De verkiezingen voor het Nationaal Jeugdparlement zullen uiterlijk begin volgend jaar plaatsvinden. Dit zei minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken vandaag voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering. Het ministerie treft voorbereidingen voor het houden van deze verkiezingen die digitaal zullen plaatsvinden. Participatie van de jeugd is een van de speerpunten. Gaat ook in het profiel zijn jeugd die participeert in de ontwikkeling van Suriname. Dus zonder meer gaan we grote prioriteit geven aan de verkiezingen van het jeugd voor het jeugd, Nationaal Jeugdparlement. De bewindsman geeft aan dat in de afgelopen 2 jaren er weinig te horen was van het jeugdparlement vanwege de beperkingen van de COVID-19-pandemie. Het jeugdparlement zal binnenkort haar taken weer moeten uitvoeren, zoals voorheen. Het ministerie zal ook een profiel ontwikkelen waaraan de jeugd moet voldoen. Dat was er nog niet, maar de voorgangster maakte beleid op basis van andere zaken. Ik hecht grote waarde aan een profiel van de jeugd, zodat we al onze vormingsactiviteiten daarop kunnen richten, zodat we andere aspecten van het jeugdbeleid ook daarop kunnen richten. Net zoals we met arbeid doen en decent work, wat dient als kapstok voor het beleid van arbeid. Net zo willen we het doen met het profiel voor de jeugd, voor wat betreft jeugdaangelegenheden. Het is volgens de bewindsman ook mogelijk dat de verkiezingen voor het jeugdparlement eind van dit jaar worden gehouden. Maar de uiterste streefperiode is begin 2023.